Hey, welkom bij een nieuwe video. Veel mensen hebben huisdieren zoals vissen, honden, katten of zelfs vogels. Maar wist je dat er mensen zijn in de wereld die een stapje verder gaan en bijzondere huisdieren hebben? Vandaag ga ik je 10 van deze bizarre huisdieren laten zien. Vanaf een tijger tot aan een olifant en zelfs een beer. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je vindt dat ik leuke video's maak. Nummer 10. De capybara, ook wel waterzwijn genoemd, is een knaagdier die afkomstig is uit Zuid-Amerika. De capybara is de grootste levende knaagdierensoort en weegt gewoonlijk tussen de 35 en 66 kilogram en is zo'n 1,2 meter lang. Een vrouw genaamd Melanie Tipaldos en haar man hebben een capybara als huisdier met de naam Gary, die in hun huis woont in Texas in de Verenigde Staten. De familie is zo hecht met het dier dat ze hem zelfs in hun bed laten slapen. Ook geniet het gigantische knaagdier van een duik in het zwembad in de achtertuin. Hoewel sommige mensen het misschien een vreemd huisdier vinden, zegt de familie dat het niets anders is dan een hond of een kat hebben. Melanie heeft het beest zelfs aangeleerd hoe het trucjes moet doen. Zo weet de capybara hoe hij in een cirkel moet draaien en hoe hij op zijn achterpoten moet staan en hij kan zelfs op commando springen. Nummer 9. Een vrouw uit Melbourne, een stad in Australië, heeft een 18 jaar oude zoetwaterkrokodil met de naam Johnny, die 1,5 meter lang is. De vrouw die de bijnaam Croc Lady heeft gekregen, heeft al meer dan 30 jaar krokodillen in haar bezit. Ondanks dit heeft de vrouw nog nooit verwondingen opgelopen. De krokodil loopt maar al te graag door het huis en houdt ervan om een bad te nemen. Ze zou op dit moment zelfs meer dan 5 krokodillen tegelijkertijd verzorgen. En daarnaast heeft ze ook nog eens 33 andere dieren, zoals schildpadden, hagedissen en 2 katten. Ze beweert dat de krokodillen allemaal volledig gedomesticeerd zijn en dat ze zelfs telepathisch met hen kan communiceren. Ook zou de krokodil vaak genoeg in haar auto hebben meegereden en werd haar zoontje vaak wakker met de krokodil op zijn bed. Nummer 8. Juniper is een huisvos en wordt als huisdier gehouden door een vrouw met de naam Jessica Coker. De immens populaire vos heeft meer dan 2,8 miljoen volgers op Instagram, waar de vrouw meerdere keren per week foto's post van de schattige vos. Jessica raadt het niet aan om een vos als huisdier te nemen, omdat ze van nature zich wild gedragen. Juniper is echter vertrouwd en gedomesticeerd, hoewel haar eigenaren toegeven dat ze nog steeds graag graaft en bijt. De vos zal ook proberen te blijven jagen vanwege hun natuurlijke instinct. Ook zou de vos enorm stinken en kunnen ze dingen in je huis vernielen. Het dier houdt ervan om rauw vlees te eten en ze hebben taurine nodig omdat ze anders blind kunnen worden. De lievelingssnack van de vos zijn marshmallows en beef jerky. Nummer 7. Bailey, de Amerikaanse bison, is waarschijnlijk één van de grootste huisdieren ter wereld met een ongelofelijke 1600 kilo. De bison woont samen met zijn eigenaren Jim en Linda Soutner in Alberta, Canada, die hem hebben opgevoed sinds hij slechts een paar weken oud was. Het dier houdt van het liggen op de grond terwijl hij televisie kijkt en maakt graag een ritje met de auto die speciaal voor hem is aangepast zodat er genoeg ruimte is. De bison was wereldberoemd en speelde in meerdere Hollywoodfilms. Jim had een bijzondere band met de bison, want het was zijn beste vriend. Het dier wilde altijd bij hem zijn en bij hem liggen. Of hij nou thuis was, of een rondje aan het maken was met de auto door de stad. Nummer 6. Enzo is nu een 6-jarige Bengaalse tijger die het huisdier is van Michael Jamieson en zijn vrouw die in Zuid-Afrika wonen. De familie heeft naar eigen zeggen rond de 50 dieren, waarvan 16 honden, een hele hoop katten en 2 tijgers en zelfs een aapje. Hij heeft een eigen YouTube kanaal waar hij laat zien hoe het mogelijk is dat mensen om kunnen gaan met bizarre huisdieren. Ze hadden de tijger gekocht toen hij nog maar 9 weken oud was, maar hij is inmiddels gegroeid in een enorm beest. Enzo houdt van eten. Hij kan niet wachten om het allemaal naar binnen te werken aan de keukentafel die eigenlijk te klein is voor hem. En wanneer het bedtijd is, slaapt de tijger naast hun bed met een hoop dekens op de grond en voelt hij zich net zoals een hond. Nummer 5. Dit is Moyo, een nu 3-jarige olifant. Deze kleine olifant was gered door een vrouw met de naam Roxy toen het wou oversteken bij een rivier. De schattige baby-olifant was verlaten door haar kudde en was aan het verdrinken toen ze het dier op het juiste moment aantroffen. Ze werd gered en Roxy nam haar mee naar huis waar ze nu woont. Sindsdien kan de olifant niet stoppen met het achtervolgen van haar redder.
Waar Roxy ook heen gaat, herkent de olifant haar stem of geur en haar favoriete plek is de keuken, waar ze ervan houdt om lepels te pakken met haar slurf. Mojo heeft ook haar favoriete bank waar ze graag op ligt. Helaas wordt ze daar langzamerhand wel een beetje te groot voor. Nummer 4. Er zijn veel wilde rendieren in een regio van het Finse landschap Lapland. Op een dag werd er een kalf geboren en door zijn moeder in de steek gelaten. Het dier werd gered en woont nu bij een vrouw met de naam Pia Tukane. Omdat het dier vanaf het begin bij mensen woont, is het gewend om zijn voedsel op de eettafel te eten. En in plaats van rond te rennen in de sneeuw, houdt hij ervan om zijn favoriete televisieprogramma te kijken. Het rendier werd met de fles gevoerd en groeide grotendeels op in het huis, waar hij leerde omgaan met mensen. Meestal willen rendieren niet met mensen omgaan, maar Atu is anders. Volgens zijn eigenaren... De Longhi, perfetto, from bean to cup. ...denkt het rendier dat hij een hond is. Op 6-jarige leeftijd is het nu volgroeid en heeft het een gewicht van ongeveer 100 kilo en houdt hij er nog steeds van om door zijn eigenaar regelmatig te worden uitgelaten. Nummer 3. De Indische varaan, ook wel watervaraan genoemd, is een hagedissoort en komt voornamelijk voor in delen van Azië. De Indische varaan houdt van water en is een uitdaging om als huisdier te hebben. Over het algemeen zijn deze hagedissen niet agressief, maar ze moeten wel worden voorzien van een grote ruimte met een zwembad of een vijver. Rex is het huisdier van een familie uit de Verenigde Staten en ze kregen hem toen hij 2 tot 3 maanden oud was. En zijn vorige eigenaren moest afstaan omdat hij naar het leger ging. Rex houdt van knaagdieren en vissen, maar zijn lievelingseten zijn eekhoorns en konijnen. Zoals je kan zien loopt het reptiel rond in het huis met een t-shirt aan. De reden hiervoor is dat de kleding het dier warm houdt en het hem helpt actiever te worden. Nummer 2. In het jaar 2000 in Zuid-Afrika werd Jessica het nijlpaard geadopteerd door Tony en Shirley Joubert. Jessica is een zeer vriendelijke nijlpaard dat werd gered toen ze nog maar een kalf was. Tony vond het dier bij een nabijgelegen rivier in de buurt van zijn huis. Het dier leek uitgeput en niet in staat om zichzelf te redden. Er is bewezen dat nijlpaarden gevaarlijk zijn voor de mens. Maar omdat Jessica haar hele leven in aanwezigheid van mensen heeft doorgebracht, is ze ongelooflijk vriendelijk en speels met bezoekers in tegenstelling tot de nijlpaarden die je in het wild tegenkomt. Ze mag vrij rondlopen en ontmoet dus ook wel eens andere nijlpaarden. Maar ze keert altijd naar haar huis terug en voelt zich daar het veiligst. Jessica, het nijlpaard, wordt gevoerd met melk uit een fles en ze is te zien in meer dan 90 verschillende films en documentaires. Nummer 1. Het idee om met een beer van 250 kilo aan tafel te gaan eten is voor de meeste mensen niet iets wat je waarschijnlijk zomaar zal doen. Maar voor een familie uit Moskou, Rusland, gebeurt dit elke dag. Svetlana en Yuri Pantelenko namen de beer over toen hij nog maar 3 maanden oud was. Hij werd gevonden door jagers in een bos en helemaal alleen en in een slechte toestand, dus besloten ze hem een thuis te geven. 23 jaar later is Stefan de beer uitgegroeid tot een liefdevolle en schattige beer die in het huis meehelpt met planten water te geven. Hij kijkt ook graag tv met zijn favoriete mensen en zou ook nog eens een groot voetbalfan zijn. Het is een sociale en tamme beer en zou totaal niet agressief zijn volgens zijn eigenaren. En hij houdt er ook van om veel knuffels te geven. De Russische beer eet elke dag zo'n 25 kilo vis, groenten en eieren, maar zijn favoriete toetje is een blikje met gecondenseerde melk. Wat vond jij het bizarste huisdier op dit lijstje?